We zijn vandaag in de Botlek, want hier is een speciale pilot gaan. Er wordt namelijk gebaggerd op 3 verschillende brandstoffen. Maar waarom we dat doen en hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik vandaag ontdekken. Edwin, waarom zijn we hier? Wat houdt deze pilot in? Wij baggeren hier omdat we als havenbedrijf verantwoordelijk zijn om het op diepte houden van ligplaatsen en vaarwegen in het Rotterdamse havengebied. De pilot die we met Verboom Maasland hier in de Botlek doen, die gaat erom omdat we willen zien en testen wat nou de verschillen zijn als je op duurzame manieren gaat baggeren. Dus het baggeren op waterstof, het baggeren op accupakketten en dat vergelijken met traditioneel diesel-elektrisch. En daaruit gaan we zien wat is nou de schoonste, beste, emissieloze manier om te gaan baggeren. Uiteindelijk willen we namelijk toe dat we alles in Rotterdam op een duurzame manier laten baggeren. De sector moet daar ervaring mee op doen, dus wij willen met verschillende partijen, zoals Verboom Maasland, maar ook met Van Noord en ook met Boskalis, uittesten hoe je dit soort innovaties kan toepassen in de duurzame manieren van baggeren. Hoeveel kilo waterstof zit er nu in de container? Bij de start van mijn werkzaamheden hadden we 350 kilo waterstof in een 20-voets container zitten. We verbruiken gemiddeld met deze werkzaamheden ongeveer 2,5 kilo waterstof per uur. Dus met deze container zouden we meer dan 4 weken kunnen draaien. Dat is wel echt lang. Ja, en dat is ook het grote voordeel van het werken met waterstof. Wat is nou het belang voor jullie als bedrijf? Als Verboom Maasland zijn we erg trots dat we een pilotproject als dit kunnen uitvoeren. Maar we zijn natuurlijk ook blij met opdrachtgevers als het havenbedrijf die ons de mogelijkheid geven om zulke projecten uit te voeren. Want uiteindelijk hebben we dit met elkaar nodig om de stappen in de duurzaamheidsambitie van de overheid te kunnen zetten. Wanneer kunnen we de resultaten verwachten van deze pilot? Nou, de resultaten zullen we eigenlijk vrij snel zien nadat deze proef is afgelopen. Want het monitoringsprogramma is vol continu. En de proef is over ongeveer 3 weken is die klaar. Dan hebben we eigenlijk een palet van verschillende manieren hoe je kan baggeren op een duurzame manier. En willen we dat gaan verwerken in onze contractstrategie. Wij als Havenbedrijf Rotterdam contracteren baggerbedrijven. En hiermee hebben we onderdelen in handen om dus te kunnen zeggen het kan duurzaam. Dus jullie moeten het ook duurzaam gaan doen. Ben je benieuwd hoe we onze werkzaamheden verder verduurzamen in de haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com/slimmeinfrastructuur.